if you're aware that the world's gone to hell since you left. Hallo kijkers van Harmafoto, hallo en welkom bij weer een 19e, 18e, iets in die richting aflevering van Foto Reageert. En in deze aflevering gaan we wel op iets heel tofs reageren, namelijk op de trailer van seizoen 8 van Homeland. Wij zitten nu midden in seizoen 7, dus ik ben eigenlijk iets te vroeg met het reageren op de trailer. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe die is, want seizoen 8 wordt het allerlaatste seizoen van Homeland. En dus ik ben heel benieuwd naar het seizoen. Het eerste wat je ziet is dat het final season is, dat staat er ook al meteen, want dat is het natuurlijk. Natuurlijk was het voor niemand van de serie ook een verrassing dat Saul weer terug is. Dus dat wordt ook al meteen... In zo'n trailer zie je natuurlijk meteen wie de cast is van het nieuwe seizoen. En dat hij er weer in zit is natuurlijk eigenlijk zoals elk seizoen. En dit was voor de meeste mensen nog wel een verrassing. Dit is een karakter uit seizoen 4. Hakani, een van de grootste terroristen uit heel de serie. En die is sinds seizoen 4 al niet meer voorgekomen. En die is nu dus ook eens voor seizoen 8 weer terug. Dus daar ben ik sowieso heel erg benieuwd naar. En daar zagen we Carrie natuurlijk. Dat is de hoofdpersoon van heel Homeland. En dat is ook samen met Saul de enige die al sinds seizoen 1, aflevering 1, erin zit. En ook natuurlijk zit zij er weer in seizoen 8. I'm a Russian agent, apparently. I'll take my chances. Wacht, zegt Carrie nou letterlijk hier dat ze een Russische agent is? Dat gaan we even terugkijken. I'm a Russian agent, apparently. I'll take my chances. Oké, wat in ieder geval opvalt is dat het weer een seizoen is wat opgenomen is in het Midden-Oosten. Glad you're here to witness this ending of a war. Een beetje zoals seizoen 4, wat naar mijn mening het allerbeste Homeland seizoen is. En na seizoen 5 was alles weer in Amerika. Dus ik ben op zich wel blij dat niet dit seizoen afsloot in Amerika. Maar dat het echt weer in een soort missiegebied is in Pakistan waarschijnlijk of Afghanistan. Dat kan ik er nog niet meteen aan afzien. En dan altijd, je merkt bij een trailer dat die opbouw is altijd heel langzaam. Eerst dan zie je een beetje de paar karakters die een beetje door verkijkers zitten te kijken of die met elkaar aan het praten zijn. En dan opeens iets na een minuutje ongeveer, dan komen de actiescènes. Dus hier zie je opeens 3 mensen met mitrailleurs die Carrie onder schot houdt. Back off! Put the weapon down! Ik moet zeggen, het is niet heel handig om, terwijl jij daar met je handpistool staat en 3 mensen met enorme mitrailleurs te staan, ik zou het zelf niet aandurven. Wat eigenlijk weer zwak is, en dat merk je meteen in dit seizoen weer. Saul, dat is een beetje de belangrijkste persoon telkens in Amerika. Het ene seizoen is hij veiligheidsadviseur, het andere seizoen is hij CIA, de CIA director. En hier letterlijk zie je weer in dit seizoen dat hij weer telkens, terwijl hij zo belangrijk is, zegt dat Carrie erbij mag zijn. Want telkens doet Carrie weer dingen fout en moet hij het weer oplossen en zo. En nu doet hij weer alles voor haar of zo. Dus dat is weer raar. Wally, put your guns down. Stir it out of the way. En daar zien we ook meteen weer de grootste vijand uit seizoen 7. De Rus Gromov, die een soort halve burgeroorlog had veroorzaakt in seizoen 7. Really do not remember. Remember what? Dus die is ook weer terug. Ik dacht eigenlijk dat die wel in seizoen 7 zou verdwijnen of zo, maar blijkbaar wordt die ook nog heel belangrijk. En dan die scène dat Saul opeens ontvoerd wordt is wel weer een flashback naar seizoen 4. Want dat is niet van seizoen 8 zelf. Dus ik vraag me af waarom dat er per se in zit. Ik weet ook helemaal niet of Homeland seizoen 8 een seizoen wordt met heel veel flashbacks. Want vaak heb je nog wel dat als je zo'n enorm lange verhaallijn wil afsluiten, dat ze een beetje proberen alles wat er in het verleden gebeurd was een soort van rechts te zetten. En daarom waarschijnlijk ook dat Hakani in dit seizoen weer voorkomt. Omdat hij een van de enige terroristen was in heel Homeland die nog niet gepakt is aan het eind van het seizoen. Dus ik ben heel erg benieuwd sowieso. Dan brengen ze er voor de 3e keer in dat het final season is. Wat ik ondertussen al door had.
En dan zie je al de eerste actiescènes met mensen met machinegeweren. Rather than declare war, we give them war. En het verklaren van de oorlog en dat soort dingen. En toevallig zie je hier ook weer een seizoen 4 karakter. Wat een heel erg belangrijk persoon was in Pakistan in seizoen 4. Dus ik ga ervan uit dat Homeland seizoen 8 zich afspeelt in Pakistan. Oké, sowieso. Nu heb ik de hele trailer gezien. Hij is heel sick. Ik ben heel erg benieuwd naar het seizoen. Wat ik al 100 keer heb gezegd deze aflevering. De grootste dingen die ze waarschijnlijk dus weg hebben gegeven in deze trailer is dat Haqqani terugkomt. Dat het seizoen zich hoogstwaarschijnlijk afspeelt in Pakistan. Dat Rusland er weer een groot deel in speelt. Want ergens in de trailer hoor je opeens een Rus weer praten. Want die hebben altijd zo'n rare... Nu is het meer een Duits accent. Ik kan niet heel goed zo'n Russisch accent op Engels. Maar die hebben altijd zo'n... Listen good to me. Of zoiets. Nou, die was vrij goed. Dus in ieder geval, de Russen komen weer terug. Het government of Pakistan wordt weer belangrijk. Natuurlijk komen de bekende karakters zoals Carrie en Saul komen weer terug. Dat waren een beetje 6 hoogtepunten. Ik zie in deze trailer President Keen, een van de hoofdpersonen uit seizoen 7, niet terugkomen. Die ik wel in de trailer verwacht had. Dus ik weet überhaupt niet of zij nog een rol gaat hebben in seizoen 8. Maar daar ben ik ook best wel... Ja, zij is ook niet een heel leuk karakter of zo. Dus ja, dat zou ik ook niet heel erg missen. En verder ben ik gewoon heel erg benieuwd naar wat voor dingen er in Homeland gaan komen die ik totaal niet verwacht had. Omdat het een beetje het laatste seizoen is. En dan wil je natuurlijk wel echt dat het goed is afgesloten. En ik heb wel van heel veel mensen al gehoord dat het afsluitende seizoen van Homeland echt heel goed is. Dus daar ben ik sowieso heel benieuwd naar. Over iets van 2 weken zal ik hem wel helemaal gekeken hebben. En dan zal ik iedereen ook laten weten wat ik ervan vond. Ik vraag iedereen die het seizoen 8 al gezien heeft om nog niet in de comments spoilers te droppen. Want ik moet hem nog gaan kijken, dus dat is niet heel leuk. Maar ik ben ontzettend benieuwd. En dan hoop ik jullie allemaal volgende week woensdag weer te zien bij een gloednieuwe Frodo Reageert. En komende maandag natuurlijk weer bij een gloednieuwe video. En dan tot ziens. Tot later.